De regering erkent dat het vertrek van gespecialiseerd zorgpersoneel, met name uit het academisch ziekenhuis Paramaribo, een negatieve impact heeft op de zorg in Suriname. Om de continuïteit te waarborgen zijn er maatregelen genomen die de nodige ondersteuning moeten bieden. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zei woensdagavond op een persconferentie tijdens de regeringsvergadering dat het AZP in overleg moet treden met andere ziekenhuizen om te kijken hoe hun gekwalificeerde verpleegkundigen ingezet worden in AZP. Maar dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden van het recruteren van buitenlandse zorgwerkers. Er worden naar mogelijkheden gekeken om part-time verpleegkundigen in te zetten. Er worden gekeken naar mogelijkheden om studentverpleegkundigen onder supervisie en de geldende regels te laten functioneren als meer als ondersteuning. Er is een plan om ook met de universiteit te kijken, de medische faculteit, hoe wij wijzigingen kunnen brengen in stageprogramma's. Hoe wij dan dus ondersteuning ook kunnen bieden op deze specifieke afdelingen. Zo is er ook een plan om hoe noemen ze het, intern binnen het AZP ook te shiften voor wat betreft personeel. Dat zijn allemaal activiteiten die het AZP gaat ondernemen en alle anderen onderneemt. Ik heb zelfs al hele goede ontwikkelingen gezien in de afgelopen 2 dagen. De minister benadrukt dat de regering de problemen door het vertrek van gespecialiseerd zorgpersoneel serieus neemt. Hij wijst erop dat de gevolgen hiervan reëel zijn en de risico's niet te onderschatten zijn. Volgens Ramadan zal het braindrainprobleem ook op diplomatiek niveau gevoerd worden met Nederland en andere landen waar Surinaamse zorgverleners naar trekken. Aangezien het bekend is dat onze zorgwerkers met name de shift maken naar Nederland en Nederlands sprekende Caribische eilanden of eilanden. En dat wij op diplomatiek niveau wel het een en ander wensen te bespreken en onder de aandacht te brengen van in elk geval de Nederlandse overheid. En daarover kan ik nog niet zeggen, maar er is wel een duidelijke visie en er is ook een duidelijke vraagstelling en er is ook een duidelijke probleemstelling. Dus we gaan dat ook bespreken met, op dat niveau. Dus er wordt, zoals u ziet, vanuit diverse wegen, vanuit diverse invalshoeken getracht het braindrain vraagstuk te verhelpen. Okay. De minister benadrukt dat de regering alles in het werk stelt om de braindrain onder zorgverleners te bespreken, te beperken en zo de continuïteit van de zorg in Suriname te waarborgen.